Snuffelsnuit, ik ben klaar met mijn huiswerk. Dat is belangrijk. Maar wat ik nog belangrijker vind, is spelen natuurlijk. Mam, wat kan ik met Tjerk doen? Misschien heb je hier wat aan, Bobo? Snuffelsnuit, een nieuwe bal. Dank je wel, mama. Vet cool. Als ik zo klaar ben, dan kom ik ook mee voetballen. Laat maar krabbel. Dat is iets voor jongens. Doei! Dat is iets voor jongens. Hoi, hoi, Bobo. Hey, Tjerk, eindelijk ben je er. Wauw, een nieuwe bal. Vet, gaan we voetballen? Nee, ik wil hem niet vuil maken. Maar een bal heb je toch om mee te spelen? Oh, ik wil voetballen, joh. Nee, misschien voetballen we later wel. Als hij niet meer zo nieuw-nieuw is. Nieuw-nieuw? Kom nou mee naar de knutselschuur. Ik heb een beter idee. Zou ik? Waarom niet, hè? Meisjes kunnen best voetballen. Ik zou liever met jouw nieuwe bal spelen, Bobo. Nee, die is nieuw-nieuw. Daar mag je niet mee voetballen, hoor. Ik ga het winnende doelpunt maken. Let op. Oei, dat zal niet meer gaan. Ik moet mijn huiswerk nog gaan maken. Oh, kom op, wortel. Nog heel even. Nee, sorry. Huiswerk is belangrijk. Tot straks. Oké, tot straks. Bobo dribbelt langs de verdediging. Wat een prachtige passeerbeweging. En goal! Waar is de bal nou? Misschien is die over de heg gevlogen. Oh nee, dan is die bij de buurman. Hey! Waar? Heb jij soms mijn bal gezien? Ik? Nee. Nee, ik heb hem niet gezien. Doei. Ik zocht overal naar mijn nieuwe bal. Die kon toch niet vanzelf verdwenen zijn? Tjerk, Snuffelsnuit, natuurlijk. Hij wilde zo graag met mijn bal spelen. Hij zal er toch niet mee gevoetbald hebben, zeker? Scheelt er wat, lieverd? Nee hoor. Nee. Nou ja, ik vroeg me alleen af. Stel nou dat iemand de nieuwe bal van zijn broertje kwijtmaakt. Wat moet die iemand dan doen? Ik denk dat die iemand maar beter eerlijk kan zijn, weet je? Want eerlijk duurt het langst. Meneertje moest huiswerk maken, hè? Maar eigenlijk heeft meneertje met mijn bal zitten spelen. Wat? Ik? Doe maar niet alsof je van niks weet. Maar ik weet ook van niets. Ik zag wel hoe je likkebaardend naar mijn glimmende bal zat te kijken. En je zat er de hele tijd over te zeuren. Oh, ik heb je bal niet eens aangeraakt. Je liegt. Hij liegt niet. Ik heb je bal weggeschoten. Huh? Jij hebt hem weggeschoten. Zie je wel? Sorry, Tjerk. Maar waar is mijn bal? Ik denk in de tuin van de buurman.
De buurman gaat zijn gras maaien. Snuffel, snuit. Misschien rijdt hij met zijn grasmaaier wel mijn nieuwe bal stuk. Buurman, buurman, stop! Waarom roep jij zo tegen mij, brutaal kereltje? Krabbel, moet u iets vragen? Ik luister. Wat was dat? En nou, wat wilde je zeggen, meisje? Niks, meneer de buurman. Maar heel hartelijk bedankt voor de bal. Oh, wat zijn die kinderen toch altijd vervelend. Krammel had de bal in de boom getrapt. En nu was hij niet meer nieuw-nieuw, dus hebben we samen gevoetbald. Snuffel, snuit! Allerleukste konijn, dat is Bobo. Waar willen Jack en Krabbel steeds zijn? Hey Bobo, wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo, wie zet de zaakje steeds naar zijn hand? Dat is Bobo, als hij het weet dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Doktertje spelen. Krabbel heeft een splinter in haar hand. Mama krijgt hem er niet uit. Dus Krabbel moet even naar de dokter. Hij haalt de splinter snel uit Krabbels hand. Krabbel vindt de dokter geweldig. Nu wil ze zelf ook een dokter zijn. Uit de verkleedkist haalt Krabbel een witte jas. Frommel is haar patiënt. Krabbel luistert naar zijn hart en ze kijkt in Frommels oren. Nu wil ik even in je mond kijken, zegt dokter Krabbel tegen Frommel. Maar dat vindt Frommel helemaal niet leuk. Hij springt op en rent naar zijn mand. Krabbel zucht. Nu moet ze op zoek naar een nieuwe patiënt. Bobo, vraagt Krabbel met haar liefste stem. Zal ik jouw been inpakken met verband? Bobo twijfelt even, maar zegt dan ja. Dokter Krabbel gaat meteen aan de slag. Krabbel is net klaar als de bel gaat. Tjerk staat voor de deur. Welkom, Tjerk, roept Krabbel blij. Ga jij hier maar eens even liggen. Dokter Krabbel maakt je weer helemaal beter. Tjerk kijkt verbaasd. Beter? Hij is niet eens ziek. Je ziet wit met vlekjes om je neus, zegt Krabbel streng. Liggen. Tjerk doet braaf wat Krabbel vraagt. Na een uurtje zijn de pleisters op. Dokter Krabbel heeft niet meer zo'n zin. Dokterspelen is best leuk, zegt ze. Maar nu heb ik een ander plan. Krabbel loopt naar de schuur. Bobo en Tjerk volgen haar met hun ogen. Krabbel komt naar buiten met de tuinslang. Die zwaait ze gevaarlijk in het rond. Waar is het vuur? Zeg het maar, want ik ben brandweervrouw Krabbel. Snuffelsnuit, ik lees net een boek over een robot. Het lijkt me echt vet cool als ik zelf ook zo'n robot zou hebben. Die kan alles doen wat je hem vraagt. Oh, de koekjes zijn op. Kom erop met die koekjes, Trommel. Hey, moet jij niet kloppen? En hoe weet jij nou dat ik de koekjes... Ik ken maar één broer die de koekjes Trommel mee zou nemen naar zijn kamer. Dus kom op, of wil je al die koekjes voor jezelf houden? Nee hoor.
Neem de koektrommel maar mee. Dank je wel. Wat lees je nou eigenlijk? Oh, ik lees over een robot. Zou het niet geweldig zijn als ik zelf ook een robot had? Ja, droom jij maar rustig verder. Dromen? Snuffelsnuit. Ik zou er zelf een kunnen maken. Ja hoor, jij een robot maken. Daar moet je hartstikke slim voor zijn. En jij denkt dat ik niet slim genoeg ben? Nee. Ik ben de slimste van ons allemaal. Ja hoor, dat zal wel. Bobo de Robot Power. Ja. Waarom moest ik nou hierheen komen, Bobo? Jij gaat me helpen met het bouwen van een robot. Ja, dat zal wel. Ja, echt, ik meen het. Wij gaan een echte robot bouwen. Dat kan toch niet? Ja, als jij alles in de war blijft sturen, dan gaat het natuurlijk nooit lukken. Die gekke broer toch van mij. Als hij een robot kan bouwen, dan verander ik in een koekje. Leeg. Hi, Krabbel. Hey, mama. Ik lust wel een koekje. Oh, nee maar. Oh, de Krabbel. Mij zo beet nemen, dat mag toch niet? Dat heb ik niet gedaan. Bobo heeft alle koekjes opgegeten. Oh, is dat zo? Dan moeten we daar maar eens wat aan gaan doen. Nu zal er wat gaan zwaaien. Er zwaait helemaal niks. Oh, maar Bobo heeft alle koekjes opgegeten. Ja, en daarom gaan wij zelf koekjes bakken. Oh, maar dat is ook hartstikke leuk. Jij denkt toch niet dat ik deze spullen aantrek, hè? Ah, toe. Jij zou echt een geweldige robot zijn. En ik geef je een beloning als je meewerkt. Oeh, een beloning? Wat dan? Dat mag je zelf kiezen. Oeh, nou, ik heb ontzettend veel zin in koekjes. Ja, ik wil een koekje. Of nee, twee. Of nee, vijf. Ja, ik wil 5 koekjes. Wil je echt niks anders? Ja. 10 koekjes. Is dat niet wat gulzig? Nou, als jij wil dat ik een robot speel, dan wil ik koekjes. 10. Oké. Ik heb alle koekjes zelf opgegeten. Hoe moet ik aan nieuwe koekjes komen? Ah, goed. Dat los ik later wel op. Wat zal Krabbel schrikken? Nou, dat hebben we mooi gedaan. Ja, hè? Nu moeten ze alleen nog even in de oven. Ja. Hallo allemaal. Hey Bobo. Kijk eens. Ik kan koekjes bakken, maar jij kan lekker geen robot maken. Krabbel. Geef niks, mam. Hey Krabbel, wil je even met me meekomen? Jij gaat me toch niet vertellen dat je een robot hebt gemaakt? Ja, daar sta je van te kijken, hè? Oh. Dit is geweldig! Jij wou me niet geloven, hè? Ik was niet slim genoeg, hm? Zeg mij dus maar na. Mijn broer Bobo... Mijn broer Bobo... is de slimste van ons allemaal. Is de slimste van ons allemaal. Slimmer dan Krabbel. Slimmer dan Krabbel. Dankjewel. Ik wist het. En dan nu, robot! Snuffelsnuit. Mama, heb jij misschien een robot? Tjerk! Lekkere koekjes, Bobo. Dankjewel. Oh, maar Tjerk. Wat zei je ook weer, Bobo? Jij bent de slimste. Dan had je toch kunnen weten dat jouw robot dol is op koekjes? Ja, Tjerk had me mooi verraden. Maar ja, had ik maar niet zo op moeten scheppen. Snuit van snuit. Een heel leuk spelletje dat iedereen graag speelt. Je hebt er niks voor nodig, super als je je verveelt. Dat spelletje heet huppelen, dus doe me lekker na. Ik word altijd zo vrolijk.
huppel nu zo hard je kan van huppel hup sasa. Want ik huppel, 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 hup. Kom huppel mee en word lid van mijn hippe huppelclub. En wie het best kan huppelen, die wint de huppelcup. Dus huppel mee zo hard je kan, huppel de pup. Want ik huppel, 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 hup. Kom huppel mee en word lid van mijn hippe huppelclub. En wie het best kan huppelen, die wint de huppelcup. Op straat of op het plein. Maak van een doodgewone dag een echt huppelfestijn. Want huppelen is supercool, het is echt dolle pret. Soms huppel ik de hele nacht gezellig in mijn bed. Dus huppel nu zo hard je kan van huppel hup sasa. Want ik huppel, 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 hup. Kom huppel mee en word lid van mijn hippe huppelclub. Die wint de huppelcup. Dus huppel mee zo hard je kan, huppel de pup. Want ik huppel, 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 hup. Kom huppel mee en word lid van mijn hippe huppelclub. En wie het best kan huppelen, die wint de huppelcup. Dus huppel mee zo hard je kan, huppel de pup. Snuffelsnuit, ik ben domino-steentjes aan het neerzetten. Geweldig, hè? Maar deze rij moet nog veel langer worden. Ik wil namelijk de super deluxe langste domino-rij bouwen die er bestaat. Wat is dat? Oh nee, van domino-stenen. Krabbel, waar ben je mee bezig? Ik spring touwtje. Oh, nee. Nee, dat doe je niet. Hou daar onmiddellijk mee op. En waarom dan wel, meneertje Bobo? Nou, mevrouwtje Krabbel. Omdat je met je gespring het hele huis laat daveren en ze vallen met domino-steentjes om. Maar dat is toch juist de bedoeling van domino-steentjes, hè? Dat ze omvallen. Oh, grappig. Die rij die mag pas omvallen wanneer het een super deluxe langste domino-rij is. En daarom moet jij ophouden met dat belachelijke gespring. Begrepen? Belachelijke gespring. Denk meneertje Bobo wel. Hoi, hoi, hoi. Hoe gaat ie, Bobo? Sst. Wat ben je aan het doen? Vissen, nou goed. Niet weer, hè? Zo, ik spring lekker zo hard touwtje als dat ik zelf wil. Dat is wel een beetje vervelend voor je domino-steentjes. Precies. En omdat Krabbel niet wil luisteren, is er een andere aanpak nodig. Hoe bedoel je? Tjerk, wil jij Krabbel voor me weglokken? Oh, nee. Ik doe niet weer mee met een van je plannetjes. Waarom niet? Ik ben altijd de klos. Maar als Krabbel zo blijft springen, dan vallen zo al mijn domino-steentjes tegen de grond. En dan krijg ik nooit mijn super deluxe langste domino-rijen. En jij bent toch mijn allerbeste vriend. Oké, het is al goed. Ik doe het. Waarom moest ik nou zo dringend hier naartoe komen? De tuin. Ja, de tuin is. Klaar met springen, mevrouwtje Krabbel. De tuin is. Mooi! Moest ik hier naartoe komen om te horen dat onze Tierlandtuin mooi is? Ja! Ik ga
ga weer touwtjes springen. Oh, het is niet waar, hè? Daarom moest ik dus mee naar de tuin. Ja, zodat Bobo mijn springtouw door midden kon knippen, hè, Tjerk? Oeh, zie je wel. Dan ben ik weer de klos. Ja, reken maar. Maar je kunt het ook weer goed maken, hoor. Je moet gewoon... Ik moet helemaal niets. Nee, ik doe niet meer mee met jullie plannetjes. Jawel. Ja, door jouw schuld is mijn touw nu stuk. Ik voel me zo... zo ongelukkig. Oké, het is al goed. Zeg maar wat ik moet doen. Waarom moest Tjerk nou zo nodig de tuin laten zien? Af en toe is die Tjerk gewoon een rare wortel. En nou snel verder bouwen. Nee, die staat niet goed. Huh? Huh? Snuffel, snuit. Wat is dat nou? Alles wordt fijn met een beetje lijm. Krabbel, wat heb je gedaan? Jij wilde toch dat je domino-steentjes bleef staan? Je hebt ze vastgelijmd. Ja, had jij mijn springtouw maar niet doormidden moeten knippen? Maar jij mocht niet springen. Dat mocht ik wel. Hou nou toch eens op met ruzie maken. Jij had haar niet mogen helpen. Dat is jullie eigen schuld met jullie plannetjes. Maar nu zijn jullie samen de klos. Huh? Oh. En daarom heb ik nou een plannetje. En zo vertelde Tjerk dat ik Krabbel's touw weer moest repareren en dat Krabbel met een sponsje en een sopje water weer alle vastgelijmde domino-steentjes moest losmaken. En daarna liet Tjerk ons samen weer de hele domino-rij bouwen. En dan mogen jullie nu samen touwtjes springen. Huh? Oké dan. 1, 2, 3. En door zo samen te springen, lieten Krabbel en ik alle domino-steentjes omvallen. En zo hadden we een super deluxe langste omvergevallen domino-rij. Ja! Snuffel, snuit. Allerleukste konijn, dat is Bobo. Waar willen Tjerk en Krabbel steeds zijn? Bij Bobo. Wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo. Wie zet de zaakje steeds naar zijn hand? Dat is Bobo. Als hij het weet, dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Belletje trekken. Tjerk sleept met een zware koffer. Gelukkig, hij is er. Bij Bobo's huis. De deur zwaait open. Daar ben je eindelijk, roept Bobo. Mama heeft jouw bed al opgemaakt. En vanavond eten we friet met een ijsje als toetje. Tjerk knikt blij. Hij mag bij Bobo logeren. En daar hebben Bobo en Tjerk allebei veel zin in. Dag Tjerk, zegt de mama van Bobo. Leg je koffer maar op Bobo's bed. Bobo en Tjerk spelen met de trein tot mama eten komt brengen. Citroenranja en boterhammen met hagelslag. Zeggen Bobo en Tjerk tegelijk. De jongens eten hun buik helemaal rond. Dan krijgt Bobo ineens een idee. Zachtjes fluistert hij in Tjerks oor. Tjerk knikt. Dan volgt hij Bobo naar buiten. Bobo opent het tuinhek en sluipt naar de deur van het huis naast hen. Krabbel loopt voorzichtig achter hem aan. Zij houdt ook wel van stoute grapjes. Tjerk vindt het reuze spannend. Hij ziet hoe Krabbel lang en hard op de bel drukt. Trrrring! Zo hard als ze kunnen rennen ze weg. Achter een dikke boom verstoppen Bobo, Krabbel en Tjerk zich. Ze hijgen. De buurman mag ons niet zien, zegt Bobo. Hij haat het als we op zijn bel drukken. Daar wordt hij heel erg ontzettend boos van. Tjerk knikt, dat snapt hij best. Zullen we naar huis gaan? Vraagt hij.
Daar is het tenminste veilig. Bobo knikt. Goed idee. We gaan friet en ijsjes eten. En daarna houden we een kussengevecht op mijn bed. Jullie zijn gewaarschuwd, Tjerk en Krabbel. Snuffelsnuit, ik heb een sarcofaag gemaakt. Zo'n kist voor een mummie. Die heb ik gisteren met school ook gezien in het Egyptisch Museum. Ik vond het best wel eng hoor, zo'n mummie. Maar weet je, volgens mij kan een mummie ook heel grappig zijn als je er iemand mee kan laten schrikken. Dan heb ik alleen wel eerst een mummie nodig. En ik weet al waar ik die kan vinden. Haar kindje. Je ziet er zo slapjes uit. Ik heb zo slecht geslapen vannacht. Ik verzet vandaag echt geen poot meer. Krabbel, ga staan. Ik heb je nodig. Waarom dan? Ik ben nog zo moe. Ja, ik zie het. Je ziet er inderdaad niet zo frisjes uit. Oh, zeg, zo kan hij wel weer, hoor. Nee, ik bedoel, je ziet er schitterend niet zo frisjes uit. Precies wat ik nodig heb. Zo, jij mag hier blijven staan. Oh, waarom dan? Nou, hierom. Oh, moet je naar het toilet? Nee, dit is voor jou. Oh, maar ik hoef helemaal niet naar het toilet hoor. Nee, ik wil veel liever terug naar mijn bedje. Maar nee, hiermee word je een mummie. Een mummie? Oh, dat klinkt vermoeiend. Ach, wel nee. Je hoeft alleen maar even stil te blijven staan. Stilstaan? Oh, nou, dat kan ik wel, hoor. Dag, mevrouw. Dag, Tjerk. Weet u, wat heeft die herrie te betekenen? Wat zeg je? Die herrie! Oh, dat is de cirkelzaag van de buurman. Hey, kan dat niet wat stiller? Ik probeer hier in alle rust te klussen. Ja, niet dat het jullie wat aangaat, maar ik probeer me hier voor te bereiden op mijn wintersportvakantie. En daarom ben ik deze schans aan het bouwen. Dan kan ik vast een klein beetje oefenen in de tuin. Dan kan ik met mijn skis van mijn zelfgemaakte schans springen. Is dat niet een beetje gevaarlijk, buurman? Oh, maakt u zich over mij maar geen zorgen, mevrouw. Ik weet precies wat ik doe. En laat u me nou maar met rust. Dan kan ik weer heerlijk verder klussen. Oké. Ben je er klaar voor, Krabbel? Zie je het nog zitten om mummie te spelen? Zwijgen is toestemmen. En je weet het, hè? Als Tjerk straks binnenkomt, dan klop ik op de kist, dan spring je eruit en dan roep je heel hard boe. Oké? Snuffelsnuit, wat zal Tjerk schrikken? Tjerk! Hoi, Bobo. Wat is dat? Kom maar eens kijken. En nou goed opletten, hè? Ja, Bobo? Wacht even. Waar moet ik op wachten dan? Oh, ik snap het niet.
Ik sta klaar op mijn schans. Ik glij naar beneden. Ik spring. Ik vlieg. Ik val. Buurman. Bobo. Ja, jij die de hele tijd op een kist staat te kloppen. Nou, doei! Tjerk, wacht nou! Ja, maar wat wil je me laten zien dan? Ik wou je laten schrikken. Krabbo moest uit de kist springen als een mummy. Een mummy? Ja. Ach, kom nou, Bobo. Ja, je denkt toch zeker niet dat ik zou schrikken van een mummy? Er bestaan niet eens mummies in Wortelberg. Oh. Mama, wat is er aan de hand? Kijk, mummy! Ja, ik zeg nog tegen de buurman dat het gevaarlijk is om van de schans te springen. Maar ja, hij wou niet luisteren. En nou heb ik hem helemaal moeten verzorgen. Die Tjerk! Je weet toch dat er helemaal geen mummies bestaan in Wortelberg? Een mummy! Waarom rennen die nou weg? Ik wilde juist vertellen dat ik het een heel leuk spelletje vond. Ik heb een heerlijk tutje gedaan. Sindsdien weet ik het wel. Er lopen wel degelijk mummies rond in Wortelberg. Snuffel snuit! Zaakje steeds naar zijn hand. Dat is Bobo. Als hij het weet, dan roept hij luid: snuffel.
Ezelen van Snuit, ik was net mijn knutselscheurtje aan het opruimen. En ik was eigenlijk... Huh? Een halsketting? Wat doet die hier nou? Snuffelsnuit, wat hebben we hier? Wauw, wat een mooie olielamp. Hoi, hoi! Wat ben jij nou aan het doen met dat oude ding? Dit oude ding is toevallig wel een hele bijzondere olielamp. Ja, net alsof jij zo'n ding zou hebben. Nou, wat als ik hiermee nou eens al jouw wensen zou kunnen laten uitkomen, hè? Maar dat zou vet cool zijn! Ja, doe maar een wens. Ja, ik wens een doos vol met koekjes! Goed, ik ga het even vragen aan de geest in de lamp. En jij blijft hier wachten. O, geest, grote geest in de lamp. Ik heb een wens voor je. Die wens ga ik makkelijk uit laten komen. Maar ik ga Tjerk toch niet alle koekjes geven? Nee, één koekje is wel voldoende. Bobo? Ben je er nog? Ja hoor, ja. Geest in de lamp. Vervul de wens van Tjerk. Een doos vol koekjes. Doe je ogen maar open. Oh, maar er is maar één koekje. En ik wilde een hele doos. De geest houdt niet van gulzige kereltjes, Tjerk. Oh. En hij heeft je toch maar mooi een koekje gegeven, hè? Ach, je hebt gelijk, Bobo. Ja, die wonderlamp van jou, die werkt echt. En ik heb ook nog een koekje. Vet cool. Die Tjerk, die heb ik toch maar mooi beetgenomen. Oh, waar kan hij nou gebleven zijn? Oh. Hoi, hoi, krabbel. Oh, dag, Tjerk. Wat ben je aan het doen? Ik zoek mijn roze halsketting. Oh, misschien moet je hem terugwensen. Grappig hoor. Nee, echt. Ik heb dit koekje gewenst en mijn wens is ook uitgekomen. Hoe dan? Nou, Bobo heeft een wonderlamp met een geest erin. En die laat al je wensen uitkomen. Ach, Tjerk. Jij gelooft nog in sprookjes. Dat bestaat toch helemaal niet? Oh, echt. Ik zweer het je. Nou, kom maar mee. Dan laat ik het je zien. Zo. Dan kan deze weer weg voordat ik nog meer wensen moet laten uitkomen. Kijk, Rabbel, daar is de wonderlamp. Dat oude ding? Dat is geen oud ding. Dat is een hele bijzondere olielamp met de geest erin. En die laat al je wensen uitkomen. Dan wil ik ook een wens in vervulling laten gaan. Oh, maar dat... Ik wens mijn roze halsketting terug. Jouw roze halsketting, hè? Als dat echt een wonderlamp is, dan moet dat een makkie zijn. Natuurlijk. O, grote geest in de lamp. Doe je ogen maar dicht. O, geest, breng Krabbel's halsketting terug. Doe je ogen maar open. Mijn roze halsketting. Zie je nou wel dat ik gelijk had? Wat zei je ook alweer? Ik in sprookjes geloven? Nou, zo zie je maar weer. Goed, maar nu moeten jullie echt heel even... Oh, hier zijn jullie. Mama, Bobo heeft een wonderlamp met een geest erin. Ja, en die laat al je wensen uitkomen. Ja. Nou, dan heb ik ook wel een wens. Ik wens dat deze vieze vaat eerst schoon wordt. Oh nee. Denk je dat de geest uit jouw wonderlamp daarvoor kan zorgen? Ja hoor, dat kan niet. Oké dan. Maar dan moeten jullie wel allemaal even de keuken uit. Want dan kan ik me heel goed concentreren om de geest op te roepen. Ja, natuurlijk. Ja, kom. O, geest. O, grote geest. Ja, nou moest ik zelf de vaat doen. Maar na Tjerk en Krabbel zou ik mama nu wel flink beetnemen.
is zelf de geest in de lamp. Hij heeft ons beetgenomen. Ja, wat dachten jullie dan? Jullie geloven toch niet meer in sprookjes? Zullen we tegen Bobo zeggen dat we hem doorhebben? Nee. Laat hem nog maar even geest spelen, want de vaat is nog niet klaar. En zo is het toch niet duidelijk wie nou wie heeft beetgenomen. Snuffel snuit!